Truus, een doodgewone vrouw eigenlijk, geboren in Alkmaar op de Mient. 1896 en als jonge vrouw bleef ze kinderloos, maar voelde zich enorm aangetrokken tot kinderen. En dan zie je dat er een rode draad in haar leven te ontdekken is. Truus, kinderen en helpen. En het meest opmerkelijke van haar leven is dat ze kinderen heeft geholpen om uit de handen van de nazi's te blijven. Notabene bij elkaar wel ruim 10.000 kinderen uit Oostenrijk, Duitsland, die anders naar de vernietigingskampen zouden zijn gegaan. In 1938 al, voordat de oorlog uitbrak. Maar ook in de oorlog veel kinderen geholpen. Ook Amsterdamse kinderen geholpen die in de hongerwinter zouden overlijden. En naar Friesland in Enkhuizen gesmokkeld en weggebracht. En, nou, na de oorlog wees kinderen die door Duitsland zwierven, die de kampen hadden overleefd, maar hun ouders hadden verloren. Truus gaat ze opzoeken en brengt ze in Nederland. En met hulp van vele anderen natuurlijk krijgen die kinderen de kans om hun leven weer op te pakken. Ja, dat is Truus. En dat zie je later ook terug in haar, zo wat ouder is na de oorlog, als ze in de politiek gaat. Ze komt in de Amsterdamse gemeenteraad voor de VVD. 20 jaar lang, al die jaren steeds op basis van voorkeurstemmen. Dus Truus was wel degelijk bekend in haar tijd. Ja, dat is er eentje van aanpakken. Hè? Geen woorden, maar daden. En Truus houdt van doen en van actie. En als er een probleem is, Truus lost het op. Ja, dat is eigenlijk, terwijl het een indrukwekkend getal is, toch een triest gegeven. Er waren natuurlijk veel en veel meer kinderen die gered moesten worden. Maar er was geen land in Europa dat al die Joodse vluchtelingen wilde opnemen. En met veel soebatten en smeken wilde Engeland er dan uiteindelijk 10.000 opnemen. Dat was de grens. Het lijkt een beetje op onze discussies als we het hebben over vluchtelingen die uit Syrië komen. Dat we dan van die bericht in de krant lezen van nou, er mogen er 500 komen. Hè? Zo'n soort discussie moet dat zijn geweest toen de tijd. En ja, als de Joodse gemeenschap van Engeland die 10.000 kinderen kon opvangen en de kosten daarvoor konden dragen, dan mochten ze komen. Alleen die Engelsen konden die kinderen zelf niet ophalen. En Truus had dus relaties met via de bankwereld van haar man, mensen in de politiek, mensen hoog in het bedrijfsleven. Ze had Joodse vrienden en op die manier wisten ze haar te vinden. En Truus ging dat varkentje wel eens even wassen in Wenen bij Eichmann. Die vrouw die was voor niks en niemand bang. Ze sprak misschien wel een beetje schoolduits, maar daar heeft ze zich mee moeten redden. En ze had de ervaring dat als je echt iets wil, dan krijg je het voor elkaar. Dat zie je ook later in de leven met de politieke carrière. Je moest niet tegen haar ingaan. Want dan, als je ruzie met haar kreeg, dan had je het niet gezellig meer. Hè? En ze had ook een bijnaam, hè? De Stoomwals. Truus de Stoomwals. De kinderen noemden haar liefkozend Tante Truus, zo lief als ze voor die kinderen was. Maar met volwassenen moest ze er zin krijgen, was het Truus de Stoomwals. Nou ja, die kinderen die in Engeland terecht zijn gekomen, die zijn er in pleeggezinnen gekomen. En die zijn vanuit Engeland over de rest van de wereld uitgezwermd. Een groot gedeelte is ook in Engeland blijven wonen en heeft daar gewoon zijn leven opgebouwd. Is daar uiteindelijk getrouwd, hebben kinderen gekregen, zijn families geworden. Heel veel zijn er naar Amerika gegaan, naar Zuid-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland. En die kinderen hebben zich over de hele wereld verspreid. Later, toen Israël een zelfstandige staat was en er Joden zich mochten vestigen, zijn er ook weer uiteindelijk veel naar Israël gegaan. En die kinderen die hebben bij het overlijden van Truus bijvoorbeeld in 1978 vanuit Amerika in Nederlandse kranten een rouwadvertentie laten zetten om Truus daarmee te eren. En toen kreeg ze de titel die ook op het standbeeld staat, Moeder van 1001 kinderen. Dat komt uit die rouwadvertentie van 1978. Nou, ik denk dat het voor Alkmaar en de Alkmaarse geschiedenis een heel fijn gegeven is dat haar naam nu in ons midden weer leeft. Dat we daar een verhaal bij kunnen vertellen
En dat we ook de inspiratie die er van, nog steeds van uit kan gaan, aan elkaar voorhouden. Ook nu, in deze tijd, zijn er heel veel kinderen die het heel slecht hebben in oorlogsgebieden. En die niets aan die oorlog kunnen doen. En waarbij een appel op ons in het rijke en vredige Westen wordt gedaan om vang die kinderen in ieder geval op. Die vragen die krijgen we de afgelopen jaren steeds. En dan leren we van Truus, één standvastig karakter kan het verschil maken. En daar inspireert ze ons toe.